Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video wil ik met jullie de glitter inkt gaan testen van DecoDrine. Deze zijn te koop bij de Action en er was al gevraagd of ik deze een keer wilde gaan proberen. Dus het leek me wel leuk om te gaan testen of dat dit echt werkt en wat het effect gaat zijn. Ik ga in deze video wat meer informatie geven over deze setjes en we gaan uiteraard testen of dat het werkt en hoe het resultaat zal zijn. Dus mocht je benieuwd zijn of deze setjes echt werken, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Allereerst, deze setjes kosten 99 cent per stuk bij de Action. En je kunt hier meerdere dingetjes mee doen. Ik zal allereerst even de kleuren laten zien. Ik heb deze. Dan heb ik deze. Groen. Dan deze. We hebben deze. Dan hebben we nog iets met paars. En we hebben een blauwe. Met deze setjes kun je dus schilderen, schrijven en drippen. Waardoor je dus eigenlijk een soort dripping effect zou kunnen krijgen. Het leek mij leuk om het gewoon te gaan proberen met schrijven en met iets verven. Maar we gaan allereerst zometeen gewoon de setjes eventjes uitpakken en dan gaan we gewoon eens kijken wat hiermee kan allemaal. Dus tijd om nu eens even te gaan kijken wat het effect is van de glitterinkt. Nou, ik heb alle flesjes nu voor me staan. De flesjes zijn gemaakt van kunststof, dus het is geen glas. Er zit 25 milliliter in. En nou dacht ik, misschien gaan we toch eerst even beginnen met drippen, zodat we even de kleuren kunnen testen. Dus ik zal even alle kleuren hier aan de kant neerzetten, zodat we het goed kunnen zien. En dan gaan we gewoon eventjes een druppeltje op papier aanbrengen. Ik heb even een krant neergelegd. Als het door zou drukken, dan zit niet mijn tafel eronder. Dus we gaan gewoon eventjes een druppeltje aanbrengen. Zo. Zodat we eventjes de kleuren kunnen bekijken. Het loopt wel uit, maar je ziet wel heel mooi de glittertjes. Oeh, ze zitten wel heel strak dicht, maar dat geeft niet. Je hebt eigenlijk maar een heel klein beetje nodig, want het loopt best wel een beetje uit. Zo, ze zitten wel heel strak dicht, moet ik zeggen. Het zijn wel hele leuke kleurtjes. De namen zijn een beetje moeilijk op te noemen, want er staan niet echt namen bij. Maar het heeft dus best wel uitloop, zoals je kan zien. Maar ze zitten wel goed strak dicht en dat is op zich helemaal niet erg, maar... Ik moet wel zeggen, ik vind dat de ene meer glitter bevat als de andere. Ik zie bij sommigen echt heel duidelijk het glittereffect en bij sommigen ook absoluut niet. Er is ook weer zo eentje die goed uitloopt. De flesjes zitten ook niet helemaal vol, dat valt me al wel op. Die heeft dan wel weer een glittertje. En even kijken hoor, de laatste die we drippen, er wel veel donkere kleuren erbij. Nou, dan zie je hier even alle kleuren op een rij. Ik zie bijvoorbeeld, hier zie ik een glittertje in zitten.
Deze heeft een glitter, maar echt niet allemaal. Maar dit zijn dus alle kleurtjes. Dus zoals je kan zien hebben ze best wel veel pigment. Het leek me leuk om een paar stempels in te gaan kleuren. Dus ik heb hier een aantal stempeltjes gepakt. Die ga ik nu aanbrengen. En dan gaan we daarna kijken of we dit in kunnen kleuren. Dus ik ga gewoon wat neerzetten. En dan zien we het wel. Even kijken, ik vind deze wel heel leuk. Hij is niet heel duidelijk. Er wordt aangeraden als je wilt verven hiermee om een paletje te gebruiken. Nou heb ik die niet, verfpaletjes. Ik heb gewoon een bordje gepakt waar ik wat kleuren voor ga aanbrengen. Even kijken, wat vind ik leuk? Ik wil eigenlijk het strikje wel oranje met roze maken. Dat lijkt me wel leuk. Of iets met goud. Dus ik ga gewoon... oranje met paars gaan we voor. Dus ik ga gewoon op het bordje een druppeltje aanbrengen. Het is op waterpaard. Ik hoop wel dat ik het eraf krijg, want dan heb ik wel een probleem. Maar oké, dat gaan we wel zien. Natuurlijk zou je het op wit veel beter zien, hè. Maar ja, goed, ik heb dus geen wit bordje. Dan pak ik een penseeltje en dan gaan we kijken of we het in kunnen kleuren. Ik heb gewoon ook penseeltjes van de Action. En ik denk wel even dat ik voor een fijn penseeltje moet gaan. Ja, ik kan een wat grovere en een wat fijnere nemen. Oké, ik dip dus mijn penseeltje nu in de vloeistof. Nou, het is inmiddels meer goud geworden zoals ik kan zien. Niet echt oranje, maar oké. De dekking is best wel goed, vind ik. Wat ik nu al kan zien. Het droogt wel heel snel op je bordje, dus er staat niet bij dat je hier ook water voor moet gebruiken. Want normaal natuurlijk, als je het weer activeert, moet je water gebruiken als je verft. Maar dit wordt wel heel droog. Ik denk wel dat ik dat had moeten doen. Maar goed, dat heb ik dus niet gedaan. Laten we even kijken of het werkt als ik wat water toevoeg. Mijn kwastje is nu nat gemaakt met wat verf en ik zie niet echt... Nee, de kleur wordt er vooral lichter van. Kijk, je kunt de kleur dus lichter maken, maar hij wordt dus niet echt meer geactiveerd. Dus als het droog is, is het ook gewoon echt droog. Dan kun je er eigenlijk niks meer mee. Het is echt wel anders als verven. Nou, nu gaan we de paarse kleur gebruiken. Maar het is wel echt heel anders als gewoon verven, omdat je het dus niet echt meer... kunt activeren. Dus eigenlijk, ik heb nu gelijk twee druppels gedaan, maar eigenlijk was dat niet zo'n goed idee, want als het droog is, dan activeert het niet echt meer, dus ook niet met water. Droog is ook gewoon echt droog, zeg maar. Ja, kijk, nu wordt het wel weer meer verf, maar dan zie je gelijk dat de kleur veel lichter wordt. Dus op zich niet heel erg, maar ja, je ziet wel duidelijk dat de kleur minder activeert nu. Oké, laten we nog een poging doen. We gaan het poesje inkleuren, dat vind ik wel leuk. Alleen dan moet ik hem nou eventjes wat beter... Dan moet ik gelijk handelen. Dus ik zal jullie wat inzoomen, zodat jullie het poesje ook wat beter kunnen zien. Hij zit hier. Dus deze wil ik nu inkleuren. Dus ik doe weer wat van het product, zeg maar, hierop. Pak even een schoon kwastje. En nou moet ik gelijk gaan handelen. Want anders dan droogt het dus op.
Dat ging dan gelijk een stukje beter. En deze is nu nog heel nat, dus laten we hem ook gelijk even kijken of we er ook mee kunnen schrijven. Ja, dat vind ik wel moeilijker, omdat hij best wel snel opdroogt. We gaan zometeen gewoon nog een poging doen. Laten we eerst maar even het poesje afmaken. Ja, wat is een leuke kleur voor een poesje? Eigenlijk zwart, maar dat vind ik wel heel donker. Ik ga lekker voor deze. We gaan hem inkleuren met deze kleur. Dan moet ik eerst weer even een kwastje pakken natuurlijk, want anders dan droogt het weer op. Nou, het is misschien wel een beetje gelig, maar nou, het is maar even om te proberen. We hebben gewoon een geel poesje, dat maakt ook niet uit. Een goud poesje krijgen we een beetje. Kijk nu, wat vind ik het een beetje jammer, want ja, die roze kleur is dus droog nu. Maar ik zie nu eigenlijk hier nog een optie om zijn neusje nog te doen. Ik ga het gewoon even proberen. Ja, een neusje. En dan maken we een blauw topje op zijn. Hoedje. En de blauwe bevat heel veel glitters. Hij wordt wel heel schattig. Je kunt er op zich best wel nauwkeurig mee werken. Nu gaan we natuurlijk ook nog even testen of we kunnen schrijven. Ik kan er andere ook nog inkleuren. Maar ik denk dat twee stempeltjes inkleuren ook wel voldoende is. Dat je een beetje een idee hebt. Ik zou er nog wel even eentje kunnen kleuren, maar ik heb ook niet zo heel veel kwastjes meer over. Dat is ook wel een beetje het ding, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus we gaan hem nu nog wel eventjes inkleuren. Ja, op zich, als je gewoon snel handelt. Ja, deze is niet heel duidelijk, dus er zitten niet heel veel details op, zeg maar. En dan zie je toch al wel weer dat hij wat droog wordt. Dus als je hem echt intens wil hebben, moet je echt heel snel te werk gaan. Want het droogt echt onwijs snel op. Oké, dat is die. En dan hebben we nog een potje. Maar welke kleur hebben we nou nog niet gebruikt? Ja, toch dat zwart. Gaan we dat... Ja, dat vind ik eigenlijk niet zo leuk, een zwart potje. Omdat ik ga denk voor roze. Ik ga de roze gebruiken, want dat potje heeft hartjes. Als het goed is, is dit een roze kleur. Oké. En dan kunnen we soms ook gelijk even kijken of het heel erg doordrukt. En of het een goed idee was dat ik toch de krant eronder heb gelegd. Maar ik denk van wel haast hoor. Een beetje om de hartjes heen. Ja, die zijn niet heel duidelijk. Ja, je moet wel echt heel snel werken. Dus je kunt niet echt de tijd nemen zoals bij, zeg maar gewoon, verven. Nou, dan gaan we nu dus even kijken of we ook kunnen schrijven. Dat gaan we dan toch maar even met zwart doen. Ja. Yeah. Want ze doen dat ook echt, het staat heel duidelijk uitgelegd. Ja, ze
gebruiken. Een pen lijkt het wel. Nou, ik heb geen pen, dus we doen het gewoon even zo, hoor. Oké. Het zal dus beter werken als je iets van een vulpen of zo hebt die je erin kan druppen. Met een kwastje is dit niet alles. Want je ziet gelijk dat hij heel snel toch wel weer opdroogt. Dat is niet zo heel erg handig. Nou, nog even alles op een rijtje. Hier dus alle kleuren gedrukt. En dan zie je echt dat de pigmentatie heel intens is. Je ziet dus inderdaad wat glitters, sommige ook niet. Hier zijn de ingekleurde plaatjes. En hier heb ik dus geschreven. Maar ja, ik heb dus niet helemaal de juiste attributen hiervoor. Dit is mijn bordje inmiddels. Je ziet ook dat alle kleuren inmiddels helemaal opgedroogd zijn. Dus dat is wel een beetje een dingetje. Maar goed, ik zal eens even kijken of ik het allemaal ook weer een beetje schoon krijg. Dan weten we dat ook meteen. Nou, wat vind ik nou van deze setjes? Ik vind het op zich wel heel leuk gelukt. Maar ik zal ook even de achterkant laten zien. Het drukt heel erg door. Dus mocht je dit in een bullet journal willen gaan doen, mag je echt heel dik papier hebben. Want dit is gewoon een heel basic dun blaadje. Maar het drukt dus wel heel erg door. Het droogt heel snel op. Ik moet zeggen, de gebruiksaanwijzing is op zich wel duidelijk. Je moet eigenlijk ook speciaal alcohol in papier gebruiken. Nou, dat heb ik niet. En ik weet ook niet of Action dat heeft. Op zich staat het er wel duidelijk op. Maar je hebt dus eigenlijk wel wat attributen nodig. Zoals een palette als je wil verven. En dus eigenlijk ook een, iets om mee te schrijven. Ik heb het nu met een kwastje gedaan. Omdat ik verder niks had om mee te schrijven. Ik vind het op zich wel heel leuk. Je moet ze dus heel goed schudden voor gebruik. Ik had ze dus al geschud voor ik ze ging gebruiken. Maar ik vind het wel lastiger, want je merkt wel echt dat het heel snel opdroogt en het moeilijker te activeren is met water of de kleur heel licht wordt. Dat kun je dus hier inderdaad heel goed zien. De kleur wordt heel erg licht als je hem activeert met water. Ik vind het zeker wel heel leuk, maar ja, zoals ik zeg, ik vind het wel wat moeilijker om mee te gebruiken als met gewone verf. Dus als je echt zou willen verven hiermee, dan zou ik zeggen, koop dan maar een gewoon verfdoosje. Want ik denk dat dat makkelijker is. Ik vind de glitters ook een klein beetje tegenvallen. Want ik zie de glitters bij sommigen wel. Hier bijvoorbeeld zie je echt wel een glittertje. Maar niet bij alle kleuren. En dat vind ik echt wel heel erg jammer. Ik wil het zeker nog wel vaker gaan doen. Maar zoals ik zei, het is gewoon wel wat moeilijker dan gedacht. Ik moet wel vermelden, ik heb net het bordje gelijk ook even afgewassen. Ik moest wel echt heel erg hard boenen met een schuursponsje om het eraf te krijgen. In de vaatwasser zal het gegarandeerd makkelijker zijn. Maar als je het met de gewone afwas doet, je moet echt wel eventjes wat harder boenen. Dus ja, ik denk dat een paletje hierbij toch makkelijker was geweest. Omdat je die makkelijker weg kan gooien en een bord natuurlijk niet. Dus dat is wel eventjes iets waar je over na moet denken, mocht je deze willen aanschaffen. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien hoe je dus kunt werken met deze glittersetjes. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij ze zelf hebt gekocht en of dat jij er al mee gewerkt hebt. Of misschien was je van plan ze te kopen en of dat het je beslissing makkelijker heeft gemaakt na deze video om ze wel of niet aan te schaffen. Even geduld. Ik wil je in ieder geval voor nu heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren, drop het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Daar staat de rode button en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online staat. Vond je deze video leuk, doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je dus heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!